FC Utrecht kent twee schorsingen voor John Moore en Marco Bogers. Beide aanvallers, zodat Lofveld, de trainer, een aanpassing heeft moeten doen. En nu speelt met Van Hanegem en De Kruijf voorin op de vleugels. PSV kent zelfs vier geblesseerden. Kieft, Kalusha, Vanenburg en Govanec, die vrijdagochtend een dichte knieoperatie onderging. Maar zoals u ziet is de groep breed genoeg en zijn er nog ruim voldoende over. Duel tussen de nummer 6 en de nummer 2 op de ranglijst is met zoveel spanning tegemoet gezien dat de Galgenwaard volledig is uitverkocht. En de aanvang 10 minuten is opgehouden vanwege reisproblemen van de PSV-supporters op weg van Eindhoven naar Utrecht. Gerets is de aanvoerder, zoals bekend, van PSV. En de eerste hoekschop van Utrecht kan niet te voorkomen door Verrips. PSV heeft dus een corner. Meteen van de aftrap af. Ellerman. Romario er niet aan. Koot ging onderuit en daarom kon de retourpaas van Lerby niet worden verzilverd. Utrecht met De Kok. Op hof. Ophof. Richting Willaerts, de centrumspits aan Utrechtkant. Letting, Willaerts. Goeie actie, Willaerts. En nog een goede actie. Schot, Willaerts. Goal! 1 minuut 20 gespeeld. Utrecht neemt de leiding. Schitterende actie van Erik Willaerts. Dit seizoen tot 5 keer toe nog succesvol. Maar zo is die twee verdedigers te laatste van Aarle kwijt. En ook Van Breukelen kansloos. Zo weet PSV dus waar het aan toe is. PSV met 7 man in de gelederen die de afgelopen weken met interlandvoetbal geconfronteerd zijn. Nu wel een corner voorkomen door De Kok. Gerets. Stemming zit er uiteraard meteen volop in. Opnieuw Erik Gerets. Het hoofd van De Kok. Heinze. Geen buitenspel. Want Gerets komt van achterop of vandaan. Gerets op zoek naar Ellerman. De stop is van Ede. De rebound voor Lerby. Raak. 2 minuut. 52 gespeeld. 1-1. En het is na de stop van Ede Lerby met de rebound die PSV weer naar Utrecht brengt. Stijnman ging voor zijn beurt bij Letting, daardoor het balbezit voor Van Breukelen. Verrips. Ophof. Roest, die er een corner van maakt, onder dreiging van Linskens. Ook Nielsen is mee voorin bij de corner die van Ellerman komt, maar te kort is. Weggekoopt door Ophof. Heinze. Romario is niet buitenspel en scoort. Niet buitenspel Romario en geef hem dan niet zo'n kans. Heinze zet voor. Het is te zien dat Stijnman buitenspel voor Romario achterin opheft. Die dan vogeltje vrij is. En dan scoort. Palsen. Die de bal ontfutselde aan Alflen. Romario. Appel voor Hens, niet gehonoreerd. Ophof zou de bal met de hand hebben gespeeld. De Kok met een terugspelbal in de loop van Romario. En dat is een cadeautje. En dat laat Romario zich natuurlijk niet ontgaan.
Romario pas donderdagavond teruggekomen uit Brazilië, waar hij een interland speelde. Maar al had hij een jetlag van hier tot Rio gehad, dan nog laat hij zich zo'n cadeautje als Johan de Kok hem doet niet ontnemen. 1-3 en Romario's tiende van het seizoen. Verrips. De Kruif gestuit door Nielsen van Aarle. Elleman, Romario. Een actie waarmee in één keer van Aarle helemaal vrijgespeeld is aan de rechterkant. Paulsen kruist naar het centrum. Maar Elleman krijgt de bal niet verder dan tegen Opbouwvouw. Van Aarle was dat natuurlijk. Krijgt wel een vrije trap voor de activiteit van Ophof, Berry van Aarle. Elleman. Tovan Verrips. Werby. Geen buitenspel, want Ophof appelleert, maar hij is het zelf die buitenspel ophief. En als Van Ede er dan niet was, had Van Aarle de score nog hoger opgeschroefd. Zo ziet het eruit dat Utrecht maar 3 minuten kans gezien heeft om PSV in problemen te brengen. En daarna is het vervroegd Sinterklaas gaan spelen. De kopbal van Koot, de fout op de lijn en de score van Paulsen. Het is duidelijk dat Sinterklaas weer in het land is. Kijk eens, die corner die komt. Koot kopt, dat kan allemaal nog. En dan kan de bal simpel op de lijn worden weggehaald. Maar een misverstand tussen Van Ede en Alfle stelt Paulsen in de gelegenheid om er 1-4 van te maken. Verrips. Lerby kan door, houdt balbezit. Paulsen neemt over en paast goed. Elleman ontsnapt op rechts. In het centrum is Linskens en is Romario. Elleman bereikt Romario en Van Ede voorkomt een catastrofe voor Utrecht. Gerets. 'Onder dreiging van Paulsen krijgt PSV een nieuwe corner. Elleman. Valk kan ook goed koppen. Zo goed dus.